ben Piet Smit, werkzaam bij de gemeente Zuidwest-Friesland. Momenteel werkzaam eigenlijk heel breed in het asset management. Voor mij is het heel belangrijk om met asset management publieke waarde te creëren. Ik vind het ook heel belangrijk om doelen van de gemeente, om die dan in de praktijk echt te vertalen en echt concreet te maken. In 2014 zijn we met 14 mensen van onze gemeente hebben we een Engelse opleiding asset management gedaan. Daarna ambassadeur van asset management. Hele leuke dingen gedaan, leuke instrumenten gemaakt. Ook een hoogtepunt is wel de invoering van asset management, een groeimodel. Een vijffase model, stap voor stap, ook dat het behapbaar was. En onze eerste stap is eigenlijk, daar hebben we wel een jaar tijd in geïnvesteerd. Dat was dus het bewustwording en draagvlak voor het asset management. Heel belangrijk, een soort quickscan gemaakt. Gewoon van waar staan we? Ook om te zien waar onze verbeterpunten zijn. En waar ook heel leuk om te zien wat we eigenlijk goed deden. Recent nog een heel mooi instrument is er ontwikkeld van de nieuwe beheerssystematiek openbare ruimte. Waar ik zelf best wel trots op ben, dat is het congres. En daar waren ook bureaus vanuit Nederland en die na de tijd echt wel hele fijne complimenten gegeven hebben op dat concept. Hoe wij dat aangepakt hebben en ook onze aanpak van asset management.